verdachte Jasper wordt verweten dat hij op 1 mei 1999 op het fietspad van de Kenningswei bij Veenklooster onder bedreiging van een mes Marianne Kastra heeft gedwongen mee te lopen het weiland in, waar hij haar heeft verkracht door seksuele handelingen met haar te verrichten. Vervolgens heeft hij haar met voorbedachte raden gewurgd met haar BH en de keel doorgesneden in zijn zakmes. Dat boesmes is het wapen dat Jasper S. Marianne Vaatstra ombracht had. De veehouder uit Oud-Woord had de eerste weken na zijn aanhouding in november niet sissen wilden. Maar daarna had Jasper S. alle meewerking verleend en is wie het weinig onderzocht door een psychiater en een psycholoog. De unanieme conclusie is dat geen nader onderzoek noodzakelijk is door het Pieter Baas Centrum. Dan wel een andere instantie om een oordeel te kunnen geven over de baten van toerekenbaarheid. De conclusie van de deskundige is dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar geacht wordt voor de hem verweten delicten. Dat betekent dat Jasper S. na alle gedachten geen TBS krijgt, maar alleen een celstraf. Justitie wil zo gauw mogelijk de zaak inhoudelijk behandelen en dat gebeurt op 28 maart. In deze zaak, waarin de familie Vaatstra en vele anderen jarenlang in afwachting zijn geweest van duidelijkheid, vind ik een voortvarende behandeling op zijn plaats. Ik de verdachte zelf wil dat, zo vertelde zijn advocaat van de midden. Wij kiezen daarvoor omdat de verdediging ook van mening is dat een vlot strafproces in de eerste plaats in het belang is van onze cliënt, maar het zeker niet in de laatste plaats in het belang van de nabestaanden en de samenleving die inderdaad lang op dit strafproces hebben moeten wachten.